Goedemorgen. In de laatste dagen van de campagne tot de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni ontvangen we hier elke dag een lijsttrekker. En vanochtend is dat Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, goedemorgen. Lijsttrekker van D66. Goedemorgen. Hoe vindt u zelf eigenlijk dat het gaat? Ja, het is overzichtelijk nu nog een aantal dagen. En ja, kijk, peilingen, het speelt altijd een rol. Ja. Wij trekken weer wat aan. Ja. Het verbaast me dat de NOS nog een soort race probeert te maken tussen Cohen en Rutte. Terwijl ik denk, laten we die mensen nou gewoon bij elkaar gaan brengen. Want ik zou wel heel belangrijk vinden dat er voor Prinsjesdag gewoon een stabiele regering zit. U werpt zich nu al op als informateur. Ik heb aangegeven dat mijn voorkeur ligt bij een paars kabinet, waarmee we links en rechts, voor zover die begrippen natuurlijk nog bestaan nu. Maar vooral werkgevers en werknemers, jong, oud, de mensen die huren, de mensen die kopen, die zullen we de komende 4, misschien wel 8 jaar mee moeten nemen in de veranderingen waar we voor staan. Ja. En ik denk dat dat lukt met een nieuw paars kabinet. Goed, laten we daar zo inhoudelijk over praten. Maar eerst even naar de numerieke feiten. Want als je paars hebt, heb je nu 77 zetels volgens de laatste peiling van Maurice de Hond in ieder geval. Ja. Maar dan moeten VVD en Partij van de Arbeid wel met elkaar willen. En Mark Rutte heeft al aangegeven dat de Partij van de Arbeid mijlenver bij de VVD vandaan staat. Sterker nog, dat de verschillen groter zijn dan de laatste decennia, sinds Den Uyl. En als ik hem hoor over het CDA, geldt dat ook. En in zijn eentje gaat het niet lukken. Ik verbaas me meer over dat Rutte zegt dat het zo makkelijk met de PVV zou gaan. Ik bedoel, de PVV en een economische agenda. Ja, dat lijkt me voor de VVD nou echt een probleem. Nee, de VVD wil de economie en de banen. Dat wil D66 ook. Ja. Maar dat gaat toch niet lukken met iemand die dadelijk, dan worden we, zoals meneer Bolkestein zei, een belangrijk VVD'er, dan worden we daar de risée in het buitenland. Ja, playfiguur zei hij, maar dat zei hij toen over Pim Fortuyn ooit. Ja, maar ik denk dat we de risée worden wanneer we iemand die discrimineert dadelijk inzetten om een land, het onze, wat voor 70% van zijn export afhankelijk is, dat we iemand naar voren schuiven op buitenlandse zaken. Maar Mark Rutte heeft gisteravond ook gezegd, ik zag het in de Wereld Draait Door bijvoorbeeld, de PVV is een van de mogelijkheden, wij sluiten niemand uit. Maar ook dat zal lastig worden, want ze hebben een heel links-economisch programma. Maar nou geef ik u uw eigen woorden zojuist. De afstand die hij tot de PvdA probeert te maken is gigantisch. En de PVV noemt die een uitkomst. Voor een liberaal is het voor mij duidelijk dat zolang je koketteert met de PVV, dat je of heel gevaarlijk strategisch bezig bent en dadelijk die stemmers op de PVV enorm gaat teleurstellen. Ja. Of dat, dat er echt een inhoud in zit, en dan vind ik het gevaarlijk. Roept u Mark Rutte op om nu ook al, net als u, te kiezen voor paars? Ik roep leiders op om mensen nu mee te nemen in een visie. Wij moeten de woningmarkt, de arbeidsmarkt en nog zorg, onderwijs, daar moeten we de volgende jaren flink in investeren. Een hervormingskabinet. Dat klopt. Dat zegt Balkenende ook van het CDA. En dat lukt je niet met de PVV, zoals Rutte nog steeds denkt. Ja. Die zegt, de AOW, ik beloof u dat er niks gebeurt. Het ontslagrecht en allemaal zaken waar die mensen naar de mond praat. Ja. En Rutte zou leiderschap moeten tonen. Misschien kost het hem 2, 3 zeteltjes. Maar dan heeft hij ook dadelijk het leiderschap wat hij ook ambieert. Als hij premier wil worden, dan durft hij dit. Dus u roept hem op om nu te kiezen voor paars. Ik vind dat iedere politiek leider, ik heb het gedaan, een voorkeur dient uit te spreken. Om te voorkomen dat mensen dadelijk op 10 juni, een dag na de verkiezingen, teleurgesteld zijn omdat het strategie bleek om nu te doen alsof je tegen elkaar afzet. En dadelijk toch met z'n allen, nogmaals, wat mij betreft voor Prinsjesdag, een stabiel kabinet moet vormen. Maar goed, maak het eens concreet dan. Roept u hem dan op om te kiezen voor paars? Of niet? Ja, ik vind dat Rutte, als je naar zijn agenda kijkt, hij wil hervormen, hij wil banen scheppen. Dat wil D66. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de PvdA kunnen overtuigen. De PvdA heeft met het CDA de afgelopen jaren stilstand gecreëerd door negatief uit te ruilen. Ik weet zeker dat we, ik zei het zojuist al, mensen die nu een woning willen huren, mensen die graag willen kopen en mensen die zeker willen zijn van hun hypotheek. Ja. Wij kunnen die overtuigen in de veranderingen die nodig zijn. Ja, ja goed, u hebt gezegd, de hervorming van de woningmarkt is voor mij een absolute voorwaarde om mee te doen. Ja, hypotheekrenteaftrek. Mark Rutte heeft zijn woord gegeven. Komt niks van maar in. Maar dat is ook geen leiderschap. Rutte zou moeten zien dat op dit moment mensen, jongeren, lang op een woning moeten wachten in de huursector. Dat het voor starters bijna onmogelijk is om een goede koopwoning te vinden. Laten we de mensen die nu een hypotheek hebben garanderen dat huizenprijzen niet gaan zakken. In het programma van D66... Maar dat kunt u toch helemaal niet garanderen? In het programma van D66 wel doorgerekend is, zie je dat de prijs van woningen zelfs blijft stijgen. Maar dat we met een heel geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek van 52% voor de hoge inkomens nu, over 25 jaar 30% voor iedereen. Ondertussen de overdrachtsbelasting afschaffen. Voor de starters schaffen we het gelijk af. Maar als je al een huis hebt, meneer Pechtold, dan heb je die overdrachtsbelasting al lang en breed betaald. Ja, maar zou je doorstromen, zou je hem alsnog doen. Maar als je dat niet doet en je zit in een huis en je wilt daar voorlopig blijven wonen,
En dan, je kunt die woning alleen maar betalen dankzij de belastingaftrek. Dan heb je geen enkel probleem bij D66. Want 25 jaar lang, kleine stapjes, uiteindelijk 30% voor iedereen. Ja. Als daar de huizenprijs niet instort en als daar door je kinderen misschien ook een eerlijke kans krijgen op een huis. Het gaat om eerlijke kansen de komende jaren. Ja. Zowel als het gaat in het onderwijs, als het gaat om het wonen, als het gaat om werken. Daar moeten we mensen meenemen. En ondertussen hebben we nog een gigantische opdracht om 30 miljard om te buigen. Weet u wat nou het probleem is met die hypotheekrenteaftrek? Het gaat er de hele tijd over. Ja. Dat u 7 zetels bent kwijtgeraakt aan de VVD, volgens Maurice de Hond, waarvan 5 specifiek omdat u hier een breekpunt van hebt gemaakt. Vanwege angstpolitiek. Als je mensen maar blijft aanpraten, als wij verkiezing na verkiezing doen, alsof het H-woord, moet u nagaan dat we niet eens durven te zeggen hypotheekrente aftrekken. Het is de grootste miljarden subsidieslurper die de overheid heeft. Ik zeg niet aftrekken, afschaffen, ik zeg beperken. GroenLinks wil hem afschaffen. Ja. Wij zeggen langzaam in 25 jaar beperkt tot 30% aftrek voor iedereen. Goed. Dat betekent weinig voor de huidige prijs. Ja. En het betekent dat de volgende generatie ook een kans krijgt. Het systeem bestaat nergens meer. Maar goed, meneer Pechtold, als u paars wil, ja, en dit zou dan geregeld moeten worden, en u vraagt aan Mark Rutte om hier een draai te maken. En want ja, dat zou dan, draai. Nou, hij heeft zijn woord van eer gegeven. Hij noemt het geen breekpunt. Hij zegt, ik geef mijn woord. En dat belangrijkste woord geeft hij op een stabiele woningmarkt. Ja. En dat geef ik ook. Goed, alright. Nou, daar komen jullie dan misschien nog wel uit. Maar de Partij van de Arbeid wil een toptarief van 60% in de inkomstenbelasting. Ja, dat u is denkt toch niet dat de leider van de VVD daar überhaupt mee akkoord gaat? Nee, natuurlijk, ik ook niet. Dat is symboolpolitiek. Dus dan roept u Job Cohen op om dat punt ook maar te schrappen, anders gaat paars niet en door. En dat we daar in ruil voor, en dat is een belangrijk punt wat D66 ook zegt, ja, de belasting in de laagste inkomens, in de onderste twee schijven verlagen, staat in ons programma. Ja. Dat betekent dat mensen aan de onderkant een groter besteedbaar inkomen hebben. Ik denk dat ik de PvdA daar wel mee kan overtuigen. Goed, dus even concluderend, even tussendoor. U zegt, Mark Rutte zou moeten kiezen voor paars. Over die woningmarkt komen we er dan samen wel uit. En Job Cohen zou dan afstand moeten doen van zijn voorstel voor het toptarief. Ik roep vooral collega's nu op leiderschap te tonen, de mensen mee te nemen. En dat is wat mij betreft in een paars kabinet. Ja. Weet u nog, begin jaren 90, dat paarse kabinet, waar stond dat voor? Grote bezuinigingen, grote werkloosheid. Het thema was toen werk, werk, werk. Mensen als Salm, als Hans Weijers van mijn partij, hebben toen in een aantal jaren mensen meegenomen. Kijk, komt dat die moet weer nu terug weer dan? Gebeuren. Komt diezelfde Hans Weijers weer terug? Als D66 dadelijk genoeg zetels heeft, dan zal ik een beroep op hem misschien kunnen doen. Maar dan moeten we wel in dat paarse kabinet een stabiel evenwicht kunnen vormen. En moet ik inderdaad die twee heren, die nu nog lijken een hoop ruzie te maken, die moet ik op 10 juni dan bij een ontbijt. Want Hans Weijers komt natuurlijk alleen maar terug, als hij al terugkomt, als het een stabiel kabinet is, als jullie onderling min of meer de afspraak maken, we gaan voor 8 jaar en niet voor een kortdurend. Ik ga geen beroep op dit soort mensen doen wanneer ik niet zeker weet dat er ook echt een hervormingskabinet zit. Ja. Met ook leiders die willen mensen meenemen, niet bang maken, niet naar de mond praten en zeker niet naar de portemonnee praten. Goed, nieuwe poging tot een tussenresumé. Beroep op Mark Rutte om te kiezen voor paars. Ja. Beroep op Cohen om die toptarief maar te laten zitten. En een stabiel kabinet te formeren, paars dus, met de afspraak, jongens, dit gaan wij proberen voor langere tijd. En dan kunt u een beroep doen op Hans Weijers. Ik zou zo als mijn woordvoerder kunnen inhuren. Ja, ik heb al een baan.